En dan zet ik die videoknop op aannemen en dan denk ik, jongens, wat zie ik er weer uit? <laughs> maar ik heb wel kijk eens heel lekker warm truitje is ook wel nodig nu in de winter. Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Ik krijg net zo een opmerking van iemand die zegt, ja, maar ik leer al vier jaar Spaans en ik vind dat ik wel alle grammatica nodig heb. Dan denk ik, oké. Okay, wat jij wilt. Alleen vind ik het niet nodig. Denk maar aan Duits leren. Waarom moet je in godsnaam al die naamvallen uit je hoofd leren, terwijl je eigenlijk gewoon lekker Duits wilt spreken? Hetzelfde bij mijn lessen: je hebt, ik denk, 75% van die grammatica niet nodig om lekker Spaans te kunnen gaan spreken. En daarom heb ik deze unieke lessen gemaakt. Dus voor alle mensen die nog steeds denken dat ik hetzelfde doe als de rest van de wereld, als elke andere lesmethode, school, opleiding, mm -mm, not. Alles is anders waardoor je in 30 uur Spaans spreekt. Dan heb ik het wel altijd over mijn online beginners en mijn online semi gevorderden. Dat, die twee, met die naam, dat zijn mijn twee topcursussen. Die doe je gewoon in je eigen tijd, gewoon in je eigen tempo, levenslang toegang, altijd hulp. Geen begeleiding erbij, die kun je wel extra erbij nemen. Maar mijn online lessen kun je lekker, stap voor stap, super simpele stapjes in 30 uur Spaans spreken. En vandaag krijg je twee cursussen. Er cadeau bij. En dan denk ik: Oh, wat zeg ik nou weer? Ja, doe ik. Alleen nu, vandaag. Pak hem maar. Ja, toch? Hoe cool is het? Deze winter Spaans spreken. Het is alleen maar een kwestie van doen. Stapjes zetten en gaan. En ik ben er om je te helpen. En succes gegarandeerd. Vraag maar aan al duizenden mensen die, die meededen. Die nu alles regelen in het Spaans. Zo cool. word je zo blij van? Ik ga maar eens wat aan mijn haar doen. <laughs> Ik ga me maar eens aankleden. <laughs> Heel de zondag in mijn pyjama. Adios.